familie en lieve vrienden. Aan het eind van deze schitterende dag wil ik toch nog even een paar woordjes zeggen tegen jullie allemaal. Maar ook tegen Ansumara. Ansumara, die ik vanaf vandaag officieel mijn vrouw mag noemen. En natuurlijk, voor de meesten van jullie kwam het als een grote verrassing, maar voor mij niet. Dat Ansumara voor mij de ware is, dat weet ik inmiddels toch alweer zo'n 13 dagen. Ja, hoe worden twee mensen op deze planeet verliefd op elkaar? De liefde laat zich niet dwingen. En ook onze levens hebben zich door een prachtig wonder gekruist. Het lot wilde blijkbaar dat ik een ticket kocht naar Thailand. Dat ik mij daar inschreef bij Thai Brides for You. Dat ik daar uit die map met wel 126 foto's vier meiden uitkoos. Dat er aan het eind van de speeddates twee over waren. En toen die mooie mij niet wou, dat jij het toen maar werd. Ja, de wegen van de liefde zijn ondoorgrondelijk. Maar dan weet je wel dat Cupido een plannetje met je in petto hebt voorbereid. Mijn lieve kleine vrouw. Mijn tropische verrassing. Mijn Thai poppetje. Toch? Toch, you love me, hè? Toch? You love me. Yes, I love you. You're my husband. Yes! You love me, hè? Het is niet voor niks, hè, dat ze zeggen Oost-West, Thai's best. Ja, maar die heb ik zelf verzonnen. En ik denk, als ik me goed voel, dan doe ik hem. En ik voel me goed. Hoppa! Ansumara Kyu Chau Mein Chung. Of zoals je vanaf vandaag heet, Ansumara Kompelmans. En voor jou, mevrouw Kompelmans, is het ook beter om hier te zijn, hè? It's better here, hè? It's better here. Yes, it's better. I love you. You're my husband. Yes, it's better. En natuurlijk. Natuurlijk, jij hebt voorgoed afscheid moeten nemen van jouw geliefde Thailand, hè. Afscheid van het heerlijke weer, van de gezellige strandjes, van het lekkere eten, van je zoontje van drie. Sunan. Sunan, hè? Yes, Sunan, ja. Yes. Ja, die blijft lekker daar, hè. Ja, ik weet wat jullie denken. Oh, dat voelt er niet goed. En als je een kind hebt, voelt het niet goed. Nee. Normaal voelt het ook niet goed als vrouwen al een kind hebben gekregen. Maar dat is het voordeel met Thaise vrouwtjes. Want die zijn allemaal wat kleiner. Die zijn wat petiter gebouwd. Dus je voelt eigenlijk helemaal geen verschil. Ansumara, jouw naam betekent meisje van de bomen in het bloesemrijke bos. Of zoals Kees het vertaalde, takkenwijf. Daar zit hij, Keesie! Hou het af, dus. Mooi, mooi, mooi. Maar misschien is het wel beter om jouw naam Ansumara hier in Holland af te korten naar Ans. Ans Kompelmans. En you say it. You say it. You say Ans Kompelmans. Asje Kompelmansje. Oh, wat een hoofdprijs, hè. Ze kennen ook al een paar Nederlandse woordjes. You know, the bit of the Dutch words. The Dutch few words. Nee, lijk hem op. Nee, zei hem even. Nee. Ben je nou shy? Is ze nou ineens verlegen? Nou, moet je de s'nachts eens horen. Hè? Ah, dat soort dingen. Nou. Kom op. Ajax. Ja, Ajax. Klap, klap, klap. Ja. Ik hou van heel goed, hè? Ja! Ja! Daar is een dingendoekje. Ja! Oh, wat een totaalpakketje. Oh, eindelijk iemand gevonden met wie je kan praten. Ja, oh, ik vind het mooi, mooi, mooi. Ik vind het wel jammer. Goed. Ik vind het jammer en ik vind het spijtig dat mijn moeder dit allemaal niet mee kan maken. Omdat ze vanavond moest bridgen. Maar ja, dat is gewoon pech.
Maar ja, jullie zijn er wel en ben ik blij mee, hè? Nou, ik sta hier maar wel mooi eventjes, hè, met mijn schitterende dametje. En who is laughing now? Ik toch zeker of niet? Ik sta hier maar wel, hè, met mijn evenknie, met mijn allesie, met iedereen die... Half het heel tot zijn. Duizend dingen doe ik je, schat. Hartstikke goed. Met iemand die voor me gaat en voor me staat, no matter wat er aan de hand is. Zij is het. En dan ben ik... Ajax. Ajax, klop, klop, klop. Daar ben ik blij mee. Want zij weet, net als ik, het gaat niet om de liefde. Het gaat om de beleving. En zo hebben we het allemaal toch nog een happy end gekregen. Happy end? Er zitten allemaal mensen bij, joh. Afkijken. Nee. Hey, jongens, neem lekker... neem te eten en te drinken. Hey, jongens, kom op, hallo. Ik heb nog één vraag aan jullie. Want wij gaan er vandoor. Wij gaan de huwelijksnacht doorbrengen in Hotel Edwin. Oftewel bij mij thuis. Aan 0 euro. Slim salabim. Maar ik wil aan jullie vragen om ons afscheid te begeleiden met een lied. De Dutch Song. Jawel, Ans, jawel. Ja, Ans hebben Nederlands DJ gestudeerd. Wil ik jullie vragen of je met hem mee kan zingen als je het kent. Ans, ga maar zingen. Ze gaan met je mee zingen. Let maar op. Ga maar proeven. Ja. Lanzo Chile. Zing maar mee, hoor, met hem. Lanzo Chile. Lanzo Chile. Sorry. Ja. Toch? Ja. Jullie zingen. Lang zal ze leven. Het is een beetje saai, hè? Sjoe! Dan binnen ze lang zal ze leven. Doe dit dan eens! Lang zal ze leven! Lang zal ze leven! In de glorie! Ja! Dat is het.